DVSB in de uitwedstrijd tegen HBS met dezelfde basiself als tegen HFC. En dat betekent Tavila in de spits. En hij houdt daarmee Cerboni op de bank, die natuurlijk wel weer terugkomt van een enkel blessure. Met de lange bal van Jordi Zwart in de openingsfase van deze wedstrijd. Fekunda lijkt aan te geven dat die bal over de achterlijn gaat, maar Bekooi gelooft er nog in. En dat wordt beloond, want hij geeft de assist op Tavila. En VVSB komt al na 4 minuten voetbal op een 0-1 voorsprong. En HBS, VVSB, het zijn vaak spectaculaire wedstrijden in Den Haag. Want in de afgelopen 2 onderlinge duels werd er maar liefst 12 keer gescoord. En VVSB lijkt op die voet verder te willen gaan. 4 minuten gevoetbald en Gianni Kamperveen, de doelman van HBS, die lijkt erbij al te zien hangen. Want Tavila gaat er hier weer vandoor. Kamperveen kan de bal niet goed verwerken. En nu is Bekooi die aan het einde staat van deze aanval. En de tandem Bekooi-Tavila lijkt elkaar dus goed te kunnen vinden. En Bekooi die mist deze opgelegde kans niet. En Kamperveen, ja, deze goal kan hij zichzelf misschien wel verwijten. Hij kan de bal dus niet goed verwerken. In het eerste half uur waarin VVSB herenmeester is, denkt André Wetzel al rigoureus te moeten ingrijpen door 2 wissels toe te passen. Van der Meer die kijkt ernaar en heeft er zo vast zijn eigen bedenking over. Maar het zal VVSB vertrouwen geven dat de tegenstander zo rigoureus moet ingrijpen. Dit is natuurlijk ook weer een raar momentje. Als Parami daar dus aan de zijlijn gewoon verder mag, wordt er ook slecht uitverdedigd en geeft Cerboni niet zo'n kans, want die maakt een 0-3. Hij valt in en wijst naar zijn rugnummer. Zo van, ik hoor in de basis te staan, trainer. Of was het dan voor Riley Ignacio, zijn neef? Want die werd deze middag op de tribune ook gespot. Maar in ieder geval is het dus Cerboni die voor de bevrijdende 0-3 zorgt. En ja, de doelman van HBS, die zijn natuurlijk niet blij mee. Goede paas van Parami. Geen buitenspel voor Cerboni. Kan hij het zelf afmaken? Nee, hij geeft de bal af aan Frans van Niel. En Frans van Niel gooit helemaal de deur op slot. 0-4. Maar ook een prima actie van Cerboni. Is niet zelfzuchtig. En in het half uurtje dat hij dus heeft meegespeeld, zorgt hij met een doelpunt en een assist er in ieder geval voor dat trainer Wilfried Verleeuwen een luxe probleem heeft. VVSB wint van HBS met 0-4. Maar voor wie was het juichen nou bedoeld van Cerboni? Voor zijn trainer of voor zijn neef? Het was voor mijn neef. Hij zei als je scoort dan wijs even naar mij. Dus het was voor hem. Nou ja, in ieder geval hebben we het allemaal kunnen zien. Wat vond je voor de rest van de wedstrijd? Nou, ik vond dat wij eerst al waren gewoon heel dominant. En HBS die kwam er gewoon niet aan toe om te voetballen. Ik vind ook dat ze gewoon er niks aan hebben gedaan om een wedstrijd van te maken, voetballend gezien. Wij speelden ook gewoon goed en we moeten eigenlijk meer goals maken in de eerste helft. Ja, uiteindelijk kom je er dus een half uur in. Was je niet fit genoeg om te starten? Ja, eigenlijk was ik wel fit genoeg, maar vorige week hebben de jongens het goed gedaan en de trainer die hield aan de winnende elf. Ja, je hebt het trainer dus vandaag met een half uur spelen wel erg lastig gemaakt in de keus. Ja, dat klopt zeker, ja. Wat denk je? Volgende week gewoon weer beginnen tegen WKE thuis? Dat weet ik niet. Dan moet je bij de trainer zijn. Ik hoop van wel natuurlijk. En dan die week daarna tegen Rijnsburgse Boys. Voor jou ook wel een bijzondere wedstrijd, denk ik. Ja, daar wil ik gewoon altijd spelen. Ik wil sowieso altijd spelen, maar tegen mijn neef daar wil ik altijd spelen. En de winnende maken tegen hem.